Maxime Meiland, 27, heeft onlangs onthuld dat haar moeder, Erika Renkema, 60, haar besluit om te stoppen met roken als belachelijk beschouwt. In een interview met de Telegraaf deelde de realityster dat haar vader de keuze prima vindt, maar zich afvraagt waarom ze überhaupt zou willen stoppen. Ondertussen ziet haar moeder het als onzin en benadrukt ze het belang van genieten in een wereld waar al zoveel beperkingen zijn. Maxime, dit jaar een van de ambassadeurs van Stoptober, heeft aangekondigd dat ze wil breken met haar rookgewoonte vanwege haar twee dochters, Claire, 6, en Wien, 2. Ze hoopt dat haar keuze een positief voorbeeld zal zijn en dat haar kinderen nooit zullen beginnen met roken. Maxime houdt echter ook rekening met de mogelijkheid dat roken een tijdelijke fase kan zijn in de puberteit. Naast het nieuws over Maximes rookstop, zijn de Meilandjes de laatste tijd in opspraak vanwege onthullingen van een voormalige huisvriendin die een boek heeft geschreven vol met intriges.